Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met Mijn kanaal. Vandaag hebben we hier iets heel erg cools. Dit is de eerste Lego Minecraft set die we hier laten zien op het kanaal Speel met Mijn kinderspeelgoed. En we hadden natuurlijk al een keertje zo'n kleine Minecraft set met een poppetje. Maar dit is echt een grote Lego set. En dit is de ijzergolem. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. De set is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en heeft Lego nummer 21123. Minecraft, dat kennen jullie vast wel allemaal, of in ieder geval velen van jullie. Het is natuurlijk een erg geliefd spel en daar kun je dus van alles mee maken. Je kunt zelf dingetjes in elkaar zetten en je kunt je eigen creaties, je eigen fantasie op de loop laten. Hier zien we bijvoorbeeld zo'n varkentje. En allemaal van die typische Minecraft dingetjes. Dan zien we nog de craft tafel. En wat hebben we dan nog meer? Eens even kijken. In ieder geval de ijzergolem. Dan hebben we hier een zombie. En we hebben een babyvarkentje. Build your own creations. Inspiration included. Dus je kunt zelf je eigen creaties maken. Bouwen en er zit ook nog wat inspiratie bij voor als je het zelf even niet weet hoe je het wil opbouwen. Hier zien we Alex. En wie van jullie speelt er Minecraft? Laat dat maar weten in de reacties. Zo ziet het er dan uit als je het in elkaar hebt gezet. Maar goed, je kunt dan natuurlijk zelf combineren. Zo, heel cool. Vandaag gaan we dus een unboxing van deze set. Ja, ik denk dat we dan zometeen wel kunnen beginnen. Ik zie inmiddels al een beetje hoe het werkt op de verpakking door deze plaatjes. Oké, genoeg verteld. Ik zal de doos eens even openmaken. Lego Minecraft. Dat zijn wel bijzondere sets. Laat maar weten als je nog meer wilt zien van Minecraft. Zo, eens kijken of we hem open krijgen. Oké. Dan een beetje met de camera naar beneden. En dan haal ik alles eruit wat erin zit. Dat was het al. De doos is leeg. Wat zien we hier? Dit is het inspiratieboekje. En ook nog eens de instructies. Kijk, dan zie je hoe je het in elkaar kunt zetten. Dat gaan we natuurlijk in een ander deel doen. En je hebt nog andere Minecraft sets. Erg cool. Wij hebben dus degene met de ijzergolem. En er is er dus eentje die echt heel erg groot is. Goed, we gaan eens eventjes verder met deze set. Hier hebben we die bodemplaatjes. Typisch Minecraft, zo in het groen. En dit is een grote Minecraft wereld al. Hier hebben we allemaal verschillende kleine stukjes. Dit is denk ik het varkentje. Of nou ja, het zijn delen van het varkentje. Die moet je zelf dan natuurlijk nog in elkaar zetten. Ik zie nog niks bijzonders ertussen verder. Maar dat is wel grappig. Minecraft heeft natuurlijk al sowieso een soort van Lego design. Omdat het allemaal erg hoekig is. En ook allemaal uit steentjes bestaat. Hiermee kun je dan diamanten opgraven. Hier hebben we ook nog... Het zijn vooral allemaal heel erg kleine stukjes trouwens, valt me op. Dan hebben we nog een derde zakje. Ah, en daar zijn de wat grotere onderdelen. Het is echt veel en hier zie ik Alex's hoofd al. Hier is de zombie. Die kan ik eigenlijk ook wel gelijk in elkaar zetten. Dit is het hoofd van Alex. Oké, kijk. Die zit al in elkaar. Dus Lego Minecraft de ijzergolem. Die gaan we dan in een andere video in elkaar zetten. Ik zie de ijzergolem nog niet, maar die zal ook wel uit verschillende stukjes bestaan. Dus dat zal je ook wel zelf in elkaar moeten zetten. Ik ben op zoek naar het zombiehoofd, maar ik kan hem niet helemaal vinden. Ah, kijk, hier heb je hem. In het groen, uiteraard. Erg grappig. Dit is dus Lego Minecraft de ijzergolem, een speelset voor kinderen vanaf 8 jaar. Waarschijnlijk hebben jongeren er ook nog wel lol aan. Als je het leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, duimpje naar onder. Kan ook. Dit was dus Lego Minecraft. Ik vind het hartstikke leuk en in de tweede video komt een demo waarin ik dit op ga bouwen.
En dan gaan we eens kijken wat onze inspiratie gaat brengen. We zullen het zien. Tot de volgende keer. Doei!